Kelly Piquet heeft vandaag een aangrijpende dag achter de rug, waarbij haar hart in duizend stukjes lijkt te zijn gebroken. Op Instagram deelde ze een emotioneel bericht dat een snaar raakt bij medeouders wereldwijd. Als de dochter van de voormalige Formule 1-kampioen Nelson Piquet reist Kelly de hele wereld over voor haar modellenwerk. Hoewel dit haar naar prachtige plekken brengt, heeft het ook een zware keerzijde. In haar bericht deelde de vriendin van Max Verstappen de uitdagingen van haar werk, met name het feit dat ze haar dochter Penelope regelmatig voor langere tijd moet missen. Deze week was geen uitzondering, zo meldde Kelly. Nauwelijks 24 uur thuis om Penelope af te zetten en weer in het vliegtuig te springen. Mijn hart is volledig gebroken omdat ik niet bij haar kan zijn, maar de komende dagen zitten vol spannend werk. Ik tel de minuten af totdat ik weer thuis ben, schreef een duidelijk aangeslagen Kelly. De post van Kelly Piquet weerspiegelt de complexiteit van het leven als werkende ouder, waarin de vreugde van professioneel succes gepaard gaat met de pijn van gemiste momenten met dierbaren. Haar openhartige bericht toont de emotionele tol van een drukke carrière en de onvermijdelijke spanning tussen werk en familie. In de reacties op haar post uitte mensen wereldwijd begrip en solidariteit, waardoor het bericht niet alleen een persoonlijke uiting is, maar ook een herkenbaar verhaal voor velen.